Normaal gesproken mogen fans van SC Heerenveen het veld van het Abelenstra Stadion niet zomaar betreden. Maar vandaag mag het wel, want voor het eerst in de geschiedenis van SC Heerenveen wordt er gekampeerd in het stadion. De winnaars van een speciale actie van hoofdsponsor Unive zullen de nacht doorbrengen in een tent. Wat gewoon super, ik eet nu al. Ja, kun je wel slapen? Ja, nou ja. Dat hoop je nog, hè? Ja, ja, ik denk niet dat we niet super gaan slapen, maar ja, dat moet dan maar. Nee, we nog even een partijtje voetballen? Ja. Ja. Het moet wel, hè? Je bent op het veld van SC Heerenveen in het Abelenstra Stadion. Ja, fantastisch. Een dag eerder heeft Henk Schreuder, hij is verantwoordelijk voor de grasmat, speciaal nieuwe lijnen op het veld getrokken. We hebben morgen kamperen op de middenstip. En ja, een voetbalveld zonder lijnen, dat heeft niet de sfeer van een echt voetbalveld. Dus vandaar dat ik de lijnen er even op zet. Een dag later worden de tenten 's ochtends vroeg alvast opgezet. Even na 5 uur arriveren alle deelnemers. De luchtbedden worden opgepompt en de tassen uitgepakt. Ik zie, je bent druk aan het blazen, maar is het niet makkelijk met een pomp? Ja, hij heeft me heel vol en ik heb maar te vol. Oh ja, het gaat wel makkelijk zo. Echt om long inhoud, hè? Daar draait het allemaal om, hè? Heeft u er een beetje zin in? Ja, ik wel. Ja, zeker. Toch wel speciaal, hè? Kamperen op het middenstip van het Abelenstra Stadion. Vooral de eerste keer, hè? Daar moet je erbij wezen. En wat vind jij er nou van dat jij vanavond in het Abelenstra Stadion mag slapen? In een tentje? Leuk. Ja, dat is wel apart, hè? Ja. En denk je, kun je wel een beetje slapen? Ja hoor. 'S Avonds krijgt iedereen nog een rondleiding door het stadion en is er een barbecue. Daarnaast zoekt iedereen toch wel zijn of haar bed op. De volgende ochtend zijn de eersten alweer vroeg op. 6:15. Nou, we hebben wel geslapen en daarna werden we weer wakker en daarna sliepen we weer. Dus het was een beetje, ja, afwisselend. Ja. Gisteren was geweldig. De barbecue, super. Rondleiding? Ja, geweldig, ja. Heel bijzonder. Ja, ja super.